Nou ja, je weet, als je hier naar Vitesse toe moet, er is een trainerswissel geweest, of trainer ontslagen, dan weet je nooit hoe zo'n groep daarop reageert. Wij in Utrecht weten daar alles van. Nou, dan kom je gelukkig voor door een eigen doelpunt van Vitesse. Nou, ik denk dat daarna het af en toe vrouwen en kinderen eerst was bij ons. En Michel Vorm een groot compliment geven, die op dat moment ons daar doorheen sleept. Want het zag er eerder uit dat Vitesse de 1-1 zou maken eigenlijk dan dat wij de 0-2 zouden maken. Nou, die valt dan op een goed moment. Goede counter, goed doelpunt. En dat zetten we dan in de tweede helft ook voort. In de rust hebben we aangegeven dat het bij ons te breed uit elkaar stond. Daar bedoelden we mee dat Moulenga en Mertens te wijd stonden. Waardoor Vitesse steeds toch de vrije man in het middenveld kon vinden. Nou, helaas voor ons is het probleem. En dat is denk ik al een aantal weken bij Vitesse het scoren. Ja, en als het dan 3-0 wordt en je countert dan ook de 4-0 nog weg. Ja, dan weet je dat de wedstrijd gelopen is. Wij zijn er uiteraard heel erg blij mee, zeker na onze Europese wedstrijd. Er was zelfs een journalist die vroeg aan mij van of ik er niet over in zat dat we moeilijk scoren. Maar ik denk dat vandaag de effectiviteit van ons enorm goed was. Dank u wel. Hans Verhaal. Ja, ik kan me redelijk goed vinden in de woorden van Tom Zatiné. Aparte week, had het duidelijk zijn, waarin een hoop gebeurt. Ik denk dat als je kijkt hoe we beginnen in de wedstrijd, dan we beginnen natuurlijk heel ongelukkig. Normaal gesproken rotsende branding. Rajkovic die helaas in de fout gaat, een bal verkeerd raakt. Maar heel ongelukkig op 0-1 komt. Daarna dan, ik denk dat het initiatief totaal aan ons is. En eigenlijk een hele prima wedstrijd. Eerste helft spelen, waarin we legio kansen helaas om een zeep helpen. Daarin spelen we eigenlijk prima combinatievoetbal. Kunnen een man op middenveld vinden. En zijn we wederom in de eindfase voor de goal niet scherp. Niet gelukkig ook. In de rust. Of net voor rust dan wederom een counter van Utrecht. De tweede kans eigenlijk voor rust. En het is wederom raak. Toch in de rust is het rustig blijven, want ik moet de jongens een compliment geven hoe ze het opgepakt hebben naar die 1-0. Een jonge ploeg die daarna schoon van zich afgooit en toch aan voetballen komt. Goed voetbal. In de rust rustig gebleven, toch gaan we het op het vertrouwen geven aan de jongens. Dat uiteindelijk zal het zich toch een keer tijd moeten gaan keren. En zullen we beloond moeten worden voor het spel. Nou, die kans komt dan met Ismail. Wederom weer niet gelukkig. Veel pech. En een paar minuten daarna dan is het 3-0. En dan speel je eigenlijk een verloren wedstrijd. Dan is Utrecht natuurlijk heel slim. Een volwassen ploeg die op de counter kan voetballen. En dan is het een teleurstellend resultaat dat je uiteindelijk met 1-4 verliest van FC Utrecht. Dank u wel.